Ik zeg, ik ga naar de herdenking van de genocide op het Armeense volk. Genocide, zei ze. Ik zeg, ja, dat is eigenlijk een massamoord, gruweldaden, deportaties, systematisch van bovenaf door de overheid opgelegd en georganiseerd. Oh, zegt ze, is dat zoiets als met Joden is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog? Want dat hoofdstuk had ze wel behandeld op school. Ja, alleen er is één groot verschil. Als het gaat om de massamoorden, volkermoorden op de Joden, dan is iedereen het erover eens, ook Duitsland zelf, dat dat verschrikkelijk was en nooit meer mag gebeuren. Maar bij het Armeense volk is dat niet zo. De Turkse overheid doet alsof het niet gebeurd is. En een heleboel andere landen ook. En informeel willen heel veel mensen wel zeggen, ja, dat het zo was. Maar zodra het politiek officieel is, dan moeten er andere woorden gevonden worden. Zoals een grote ramp. Of een kwestie waarover nog gediscussieerd wordt. Of iets heel ergs. Dat soort termen. De Armeense genocide, zo werd er ook door de jonge man met de rode vlag, de rode keep om zich heen zojuist gezegd, vraagt om erkenning. Die vraagt om erkenning. Want juist op het moment dat we die erkenning niet geven en niet krijgen, dat we doen alsof het er niet was, en dat het beetje bij beetje vergeten wordt, dan pas maken we de genocide compleet. En dat kunnen wij tegenhouden. Door die erkenning te geven. Maar ook ons leven als mensheid op aarde is constant natuurlijk een gevecht. Tussen het donker en het licht. Tussen de duisternis en het licht. En soms wint die duisternis. Als we even te veel aan onszelf denken. Maar wij geloven toch als christenen allemaal. Dat geloven wij toch. Dat uiteindelijk, en dat hebben wij gevierd met Pasen, dat het licht overwint. En om die strijd van het licht te winnen, dan mogen wij aan meedoen. En daarvoor vindt u mij als nieuw Kamerlid op dit onderwerp wel als medestrijder. En op initiatief van ervaren, sterke Kamerleden, zoals voormalig Kamerlid Rouwvoet, maar ook huidige Kamerlid Joël Voordewind en Kamerlid Pieter Omtzigt, die al veel ervaring hebben, daarvan zal ik leren en met hen strijden dat wij uiteindelijk die genocide erkennen. En daarmee niet compleet maken. Zodat de kinderen van mijn kinderen, maar het liefst nog eerder, als hen gevraagd wordt wat genocide is, dat zij ook in één weg met het Joodse volk het Armeense volk noemen. Ik dank u dat ik hierbij mag zijn.